Yo, what up, spiders? Welkom terug bij State of Decay. Ik ben hier samen met... Hoe heet deze fucker ook alweer? Marcus! Vorige keer hadden we gespeeld met Maya. En dat is eigenlijk al een hele tijd geleden. En daar wil ik me even voor verontschuldigen. Maar ik heb het heel erg druk gehad op school. En dat is meestal het excuus wat alle YouTubers gebruiken als ze even niet hebben geüpload. Maar in dat geval was het echt zo. Ik heb een week lang heb ik een project ook gehad. Waarmee ik... Ik moest een applicatie maken voor de stad Amsterdam. En met die applicatie zou ik dan de gemeente moeten kunnen steunen, et cetera, et cetera. Nou, en daar heb ik dus een week lang, ben ik daarmee bezig geweest. En dus heb ik een week lang, eigenlijk 24 uur lang, heb ik me daarmee bezig gehouden. En nou ja, goed, dat is dus ten koste gegaan van het opnemen, et cetera, et cetera. Wat wel het leuke is van die opdrachtweek is dat het zeg maar, er deden 2200 studenten aan mee. En al die 2200 studenten moesten dus een app maken. Je was in groepjes werd gedeeld van 8 personen, dus er waren ongeveer 96 groepjes. En van die 96 groepjes ben ik eerste geworden. Want er was een soort competitie met degene die de beste app heeft gemaakt. Dat die, zeg maar, de app daadwerkelijk ook kon gaan laten ontwikkelen. En die heb ik gewonnen. Dus ik ga binnenkort in gesprek met een ontwikkelaar. Om die app ook daadwerkelijk even te laten gaan werken. En mijn auto zit in de fik. Dus ik moet even kijken of ik een nieuwe auto kan vinden voordat die ontploft. Want dit is niet de bedoeling. Ziet er wel cool uit, daar niet van. Maar dit is niet de bedoeling. Ik moet hierheen trouwens. Oh, nou mag ik helemaal weg. Wow. Oh, wat? Ik lag op de grond te chillen. Zo. En... laatste. Headshot. Oké, nou, daar staat ook een auto. Maar ik weet niet helemaal goed meer waar we heen moeten. Waar zijn we nu? Oh, we zijn daar. Oké, ik ga die auto gewoon pakken. I'm sorry, dude. I gotta steal your car. Headshot. Sorry dude, maar ik moet je auto. Black fever. We advise you to quarantine them immediately. While at this stage the army does not believe the disease is communicable, its onset is extremely unpredictable. An unexpected death will lead to spontaneous reanimation. Damn. Heavy shit in deze game. We moeten deze weg gewoon volgen. En dan komen we uiteindelijk bij de dokter uit. Want we moeten de dokter gaan vinden. Of tenminste, ze noemen hem Doc. Ik weet niet of hij daadwerkelijk ook zijn PhD heeft gehaald. Oftewel zijn doctor's degree of iets. Misschien is het wel een tandarts. Die noemen ze ook dokter. Of een chiropractor. Dus iemand die ruggen kraakt. Noemen ze tegenwoordig ook, dat heet, is ook een dokter. Maar is dat daadwerkelijk ook een dokter? Maakt die mensen beter? Ja, dat zeker. Dat maakt hij zeker. Oh, geen unexpected... Oh, daar ga ik weer hoor. You can kindly fuck off. Survey point. Waar is dat survey point dan? Achter me. Kan ik daar inklimmen? Dan ga ik namelijk gewoon even daar naar boven. Even kijken hoor. Die moet dood. En jij ook. Ik ga gewoon hier naar boven klimmen. Ren maar weg, zombie. Ren weg. Tremble in my presence. Kan ik hier naar boven klimmen? Is er een trap of niet? Is dit... Nee, dit is hem niet. Het is voor... Oh, het is hier. Oh, het is die... Het is zo'n koren silo. Die worden... Hoe heet die dingen? Nou, er wordt graan erop geslagen. Dit hele ding zit zat. Zit, weet ik niet. Zat waarschijnlijk vol met graan. Daar is een zombie hoort. Dat is niet chill. Daar hebben we de dog. Hey, I think that place is inhabited. Ja, dat denk ik ook. Wat hebben we hier? Vehicle. There we go. Hebben we nog iets anders? Leuks, helemaal niks. Discovered vehicle. Nee, volgens mij was dat hem. Oké, dan gaan we naar beneden. Zo. Oh, brandwonden op je hand. Zo. Oké, dan gaan we even kijken in dat huisje. Want daar is waarschijnlijk de dok. En die dok moeten we dus gaan vinden. Don't forget, you still need to
Ja, 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 ik ben er net toch. Ik ben al bij de dok. Dok, we moeten uitkijken, want er komt een zombiehoord op ons af. Joehoe. Doggy. What's up, dog? Where are you at, sucker? Oh, cutscene. What's up, dog? Where's Doc Hansen? We need to get going. Doc Hansen? Doc says Eli ain't good to move. Doc says Eli ain't good to move. Oh shit. Oh, het zijn brothers. Niet. Hij is drunk. Oh mijn god, hij is dronken. There's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Fuck off. You hold his hand. Oh shit. Hij is zeg maar zo'n tough guy die denkt van, we don't need your help. He's a pain in my ass. Oh mijn god. Alright then. Let's get to work. Nou, hij is degene die denkt van, please, act normal. Hier de trap op. Waar is Doc? Follow Job inside. Thanks dat je de deur in mijn gezicht dicht slaat. Randebiel. We need to set up defenses where we can. Alright? Let's start by boarding up these here windows. Aight. There should be some scrap lumber in there that'll serve. Wat moeten we doen? Fortify the farmhouse. Oh, oké. Okay. Oké, okay, barricade. We gaan, dit doet me denken aan nazi-zombies. Voor de meeste mensen. De meeste van jullie hebben dat waarschijnlijk wel gespeeld. Nazi-zombies. Dat je van die barricades moet maken voor de ramen. Dit heb ik al een keer eerder gedaan, trouwens. Maar toen was het, zo van, hey, ik moet het even fixen, want ik ga weg. En ik wil niet terugkomen als mensen doodgaan. En toen kwam ik terug, toen waren ze even goed dood. Dus toen was het zo van. Oké. Wat hebben ze nou allemaal gedaan? Zo. Lock and load, boys. Company's here. Kan ik naar buiten? Ja, ik ga naar buiten. Fuck dit. Let me go outside, fucker. Where you at? Oh, dat is er eentje. Oh mijn god, het is er. Oh, wacht. Daar komen nog een paar. Shoot me erop. Headshot. Headshot. Oh my god, oh my god. Die, bitch. Oh my god. Snel reload en shoot! Headshot. Daar zijn nog een paar. Ah. Ah. Ga dood. Vreselijke dingen. Oh, dat is een dikke. Oh my god, oh my god, oh my god. Kicking. Kicking it. Kicking it old school. Bam. Bam. Kicking it. Kicking it. Kicking it old school. Bam. 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 Ga je ooit nog dood? Kut wijf. Doe maar dicht. Doe de deur dicht. Oh my god, doe de deur dicht. Leadership. Even kijken, heb ik een wapen? Deze wil ik hebben. Equip. Wow. Wow! Wow, dude! Die already! Dood! Laden! En schiet! Maak hem dood!
Oh mijn god, wat een vreselijk groot beest. Hij is dood. Dat is fijn. Snel, maak het dicht. Hoe lang moeten we nog? Kun je dat ergens zien? Zo. Even dicht maken. Oh my god, oh my god. Ik heb geen handwapen, dus ik moet met mijn voeten doen. Ah, kicking. Let's see those barricades before more of them show up. Zombie hoort. Oh, dat is zo niet chill. Dit wordt echt een drama. Oh my god, een horde. Een fucking horde. Het zijn er zoveel. Het zijn er zoveel. Please. Waarom zijn we met z'n tweeën? Waar is die andere dude? Waar is die drunk gast? Wat is dit? Er zijn er zoveel. Oh my god. Oh my god. Die. Oh, dead. Ze hebben ook echt rode ogen. Oh nee. Ah. Ik wil een handgewapen hebben. Kijk hoor, er is hier iets liggen. Helemaal niks. Er schiet helemaal niks meer op. Equip. Heb ik nog wapen? Heb ik daar nog kogels voor? Maar 6. Ik heb niet zoveel meer. Ik kan er niet zoveel meer mee. Last clip. Was in ieder geval dood. Oh my god. Ik heb geen kogels meer. Ik hoop dat dit de laatste zijn, want meer heb ik echt niet. Die. Nee, niet nog meer. Zo niet meer terug. Ik wil niet nog meer zombies. Ik heb geen wapens. Ik kan kogels pakken uit die... Holy shit, son. Zit die dude op het dak of zo? Hij ziet die dude op het dak. En die zie je vanaf het dak dingen aan het neerschieten. Oh god. Oh god, niet nog zo'n grote. Hoe kan ik... Nee. Ah. Oh my god. Ah, nee! Zo doe je het erop. Nee, zo doe je het erop. Ik ga naar boven. Dude, help me, help me, help me. Waar is... Oh, daar is de dog. Nee, ik zet mezelf in de fik. Ah, wat doe ik? Daar ben ik er godsen mee bezig.
gast. Liever dat je in fire staat dan dat je wordt opgegeten door zombies. Ik ben hurt. Dat is die big dude. Was hij hier? Oh. Oh, maar hij stond nog zo groot voor de deur. Oké. Okay. Doc, what's a good word? Ik hoop dat Eli beter is. Oh, hij is dood. Ah. God damn it! How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe sooner. Unless. No. Put a bullet through his head. No way. Bury it and it'll claw its way out. Your brother's dead and gone, boy. Ik weet niet wat ik zou doen. Het is wel, het blijft je broer, maar aan de andere kant wil je dat hij in een zombie verandert. Ja. Dit is lastig, maar ja, goed, die shit werkt nou helemaal zo. Better do it quickly before it starts to move. Wat moet ik doen? Ik heb geen kogels. Dat is jammer. Take care of Eli. Hoe moet ik dat in godsnaam gaan doen dan? Even kijken. Kogels pakken beneden. Die wil ik hebben. Even kijken. Dit is... Wat voor kaliber? 22. Die moet ik hebben. Dat is goed. Zo. Zo. Hij is dood. Doc, we're going home. Deze, wie is dit? Maya is tired. Hurt, wie is dit? Jacob Ritter. Eli is dood. Liggen nog allemaal zombies. Today was a good day. Wie ben jij? What's the sitch? Kan ik hier nog ergens iets oppakken of helemaal niks? Nee, waarschijnlijk. Oké, dan moet ik weer terug gaan. Naar home, denk ik. Of niet? The Wilkerson Trust. Ja, dan moet ik weer terug naar huis. Oké. Oké, doei Doc. Oh. The defenses are okay, but I'm not sure I want to put him to the test. We're pretty short-handed. If we get attacked, we're gonna have blind spots in our defenses. Dit vind ik gay. Oké. Recruiting survivors. Yo, dude, ga je met ons mee? The hell you want? Hoe kan je recruiten dan? Ik wil recruiten. Help you with something? Ja, ik wil met je praten. Dat is gay. Oké, ik kan dus die mensen niet recruiten. Kijk hoor, ik wil. Deze wil ik equippen. En dan... Oké. Weet je wat? Ik vind het genoeg voor deze aflevering. Wil je meer van State of Decay? Dan moet je even abonneren op RNA Gaming. Laat een leuk achter of een duimpje omhoog of iets in die trant. Laat ook een reactie over met suggesties wat ik nog verder moet gaan doen. Of weet ik het wat. Deze wil ik even reloaden. Ja, abonneer dus even op RNA Gaming en laat een groen duimpje achter. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van State of Decay. Peace out!